Het heeft even geduurd natuurlijk, ja. Maar eindelijk hebben die panda's in Houwehand Dierenpark het met elkaar gedaan. Sinds de komst van de reuzenpanda's in 2017 was er van alles gedaan om dat paren te stimuleren. En zaterdag was het dan zover, zei de hoofdverzorger net in de Coen en Sander Show. Die vrouw was aan het lokken en die man die zoekt dan een positie om haar goed in de greep te krijgen. Echt. Ja, en dat heeft wel even geduurd. Ik begrijp nu dat die trainingen voor die sterke achterbenen van die man heel belangrijk zijn geweest. Dat vond ik nog het mooiste van het hele verhaal. Dat ze gewoon echte achterbenen trainen. Ja. Zodat hij een beetje steviger staat, zeg maar. Ja, maar hoe dan? Gaat die panda quads doen of zo? Quads. Squats, sorry. Squats. Die gaat quads doen, denk ik. En dan, dan quads hij hem erin, hè. Adversal, dan moet jij nou weer vergelijking maken. Squirt is toch wat anders? Wat is squirt dan? Dat ga ik niet uitleggen. Dat is toch ook een fitnessoefening? Nee. Hoe noem je dat? Squirten toch? Dat is toch squirt. Een fitness... Dat je bovenbenen... Nou, Joven schiet van kleur, dus het zal wel iets anders zijn, denk ik. Dat doe je toch squirt? Nee, weet het niet. Dat is toch als je binnen traint, squirt? Nee, ik weet het ook niet. Wat is het dan, Joven? Oh, wat heftig. Nee, ik ga dit echt niet doen. Hoe schrijf je dat? Ik zoek het even op, want ik weet niet wat het is. Hoe schrijf je het? Wat is squirts dan, Jo? Doe maar even YouTube, Edwin. Nee, ik doe niet YouTube. Ik doe gewoon. Hoe schrijf je het? S-Q-U-I-R-T-S. Dan is het gewoon 3x10 squirts en 4 push-ups. Ja, Sander, doe nou niet alsof jij zo van de domme bent. Squirt knuffels krijg ik hier. Wat is dat dan? Nee, ik krijg speelgoedpoppetjes. Nou, ik weet echt niet waar dit over gaat. Oh, wat geestig dit. Wat is squirt dan? Ik weet het wel. Maar wat is het dan? Dat is, laat ik het zo zeggen. Als de vrouw... Ik weet het echt niet. Als de vrouw, zeg maar, tot een hoogtepunt komt... Ja. Dat ze het een en ander laat lopen. Oh, incontinent. Ja. Oh, ja, zeg dat dan. Ja, incontinent. Ja, natuurlijk, dat ken ik wel. Incontinent, dat heb ik altijd natuurlijk. Ja. Jij kent het wel. Jij bent ook wat oudere doelgroep. Dus ja, dan weet je wel hoe dat gaat natuurlijk. Hè. Oeps, oh sorry. Ja, Edwin, ik begrijp meteen waarom jij nog single bent. Ze had een vriend van mij laatst, je had het over een krimpie. Een wat? Een krimpie. Een krimpie? Ja, maar dan ga ik verder niet uitleggen. Mensen die het snappen gaan nu lachen. En mensen die het snappen, die moeten maar gewoon het niet meer laten. Nou, maar dat ken ik ook niet. Een krimpie? Een krimpie? Nee. Een krimpie. Oh! Ja.